Ja, we gaan even terug naar 1993. En ik woonde toen op Aruba en ik hoorde opeens dat iemand zei... Pelé is op het eiland. Nou, dat was voor mij... alle alarmbellen af. Dus ik ging er achteraan en dit en dat en dat. En ik kreeg toen daar op Aruba een afspraak met Pelé. En dus, ja, en ik had geen regenjas bij me toen. Nee. Want die lag in Nederland. En dat zie je ook, want die heb ik niet aan. En Pelé was aller vriendelijkst. Kijk maar. Then for my friends in Dutch, for my friend in Holland. Yes. For the people who see this program, ja? The new koeien. Nieuwe good koeien. Luck. Ja, nieuwe koeien. Nieuwe koeien. Was dat Pelé? Ja, vraag je dat daar? Vraag je dat aan mij? Weet ik veel. Ik vraag in het algemeen, was dat Pelé? Ja, dat is Pelé, ja. Ja, ik ben scherp. We zijn begonnen, weet je wel. Het was echt Pelé? Ja, dat is Pelé, ja. Hé, ik geef een dik advocaat en dan heb ik een afspraakje mee. Ja, doei. Ja, het is echt Pelé. Harry is scherp. Wat een begin, zeg. I have a little present for you from the Dutch team. This is our symbol. This is the symbol of the Dutch soccer team, the lion. So I know that. You know that, of course. Of course. Okay, yes. This is from the Dutch team. Waar spreek jij die Pelé eigenlijk? Nou, die spreek ik regelmatig. Ja, oh. Dit was dan toevallig in Knokke. Ja, ik heb hem een vraag gesteld. Ja? Ik heb gevraagd, wie is er beter? Van Basten, Gullit of Rijkaard? Ik bedoel, all-time, hè? Ja? Nou, wat heeft Pelé geantwoord? Nou, hij heeft Van Basten gezegd. Mm-hmm. Want als hij dat niet heeft gedaan, dan heeft hij geen verstand van voetballen. Oh. Nou heeft Pelé ineens geen verstand van voetballen. Nee. Beste voetballer alle tijden. Nee, je luistert niet. Ja. Je moet goed luisteren. Ja, nee, ja, zeg, als Pelé niet van Basten op de eerste plaats zit, ja, dan heeft hij geen verstand van voetballen. Dan heeft hij geen verstand van voetballen, dat hoor ik jou nu zeggen. Pelé heeft geen verstand van voetballen. Nou ja, hier. Harry, nogmaals, ja, ik zeg dat... alleen, ja, als Pelé van Basten niet nummer 1 zet, ja, dan heeft hij geen verstand van voetballen. Heeft hij geen verstand van voetballen, hoor ik jou toch zeggen, ja. Dat is toch hier? Ja. Je zit te redeneren als een wijf. Nou, zeg. Ja, het spijt me wel. Ik weet dat ik ver ga. Nou, hou op. Dat je er gewoon niet meer tegenin kan. Nou, zo ja, zit jij te kletsen. Nou, als jij ruzie hebt thuis met je vrouw, hoef je er niet op mij af te reageren, hoor. Het enige wat ik zeg, dat is als hij Van Basten niet op de eerste plaats zet. Daar heeft hij er geen verstand van. If you can choose between Gullit, Van Basten en Rijkaard, who is your man? You know, I like the good players. No. Yeah. Always we talk about the Dutch players. Unfortunately, we see a lot of good players coming from Holland. Yeah. You know, I have a tremendous, you know, player there. Now, the three who you mentioned there, for me, who is more active in the game? Yeah. You know, who is more present? I think he was one of the players who played more in Europe. Yeah. Is a Rijkaard.